NEC won vrijdagavond overtuigend met 4-1 van MVV Maastricht. Na de moeizame competitiestart boekte NEC eindelijk een klinkende overwinning. NEC-trainer Adrie Bogers was uiteraard verheugd. Nou, ik was enorm blij. Met name omdat we al zoveel kansen hadden gecreëerd en jammer genoeg er niet allemaal goals van hadden gemaakt. Dus ik was ontzettend blij dat hij de 2-1 maakte. Ook het vertoonde spel stemde de oefenmeester tot tevredenheid. Ja, daar zijn we eigenlijk al een hele lange tijd mee bezig. En de ene keer gaat het beter dan de andere. Maar inderdaad, ik denk dat iedereen genoten heeft. Dit weekend is Fortuna Sittard de tegenstander van NEC. Ferdi Kadıoğlu is er dan niet bij. Ik denk dat het zeker een gemis is, met name hoe hij de laatste weken speelde. Is het gewoon doodzonde dat hij er niet bij is. NEC heeft goede spelers die dat in kunnen vullen, maar op een andere manier. Kadıoğlu is iemand die altijd vrij staat, graag de bal in de voeten heeft. En bijvoorbeeld Joey Slegers, die dan de eerste logische keuze is, omdat Schuurman geblesseerd is. Die heeft toch meer diepgang in zijn spel zitten, dus dat is ook een ander soort spel. De selectie van NEC is inmiddels weer redelijk compleet. Ja, misschien heb ik nog wel een verrassing in petto. Dus we kijken vandaag even hoe iedereen ervoor staat. En dan toveren we wel iets uit de hooghoed. Langille maakte vrijdag zijn eerste invalbeurt voor de Nijmegenaren. Die viel goed in met assist en dreiging. Daar zijn we erg tevreden over. Een gelijkspel tegen de nummer 2 van de Jupiler League is zeker niet voldoende volgens Bogers. Nee, wij spelen altijd om te winnen. En als dat uiteindelijk niet lukt, dan moeten we genoegen nemen met een gelijkspel. Maar wij spelen elke wedstrijd gewoon voor de volle 3 punten. Joshua Smits moest tegen MVV genoegen nemen met een plek op de bank. Joris Delle keerde terug onder de lat bij NEC. Ja, prima. Joris heeft het prima gedaan. De goal die hij tegenkreeg kon er eigenlijk weinig aan doen. Die werd nog van richting veranderd. Dus goed gedaan. Vrijdagavond om 8 uur, Fortuna Sittard tegen NEC. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.